Apple is no longer the most cash-rich company in the world. Uh, it's been talked about a lot that Apple was sitting on all this money, a lot of it offshore, different places, Ireland, uh, tax purposes, not wanting to bring the cash back to the U.S., and just earning so much of it to begin with. But that's—they're uh, no longer at the top of the list for companies. Sitting on the biggest pile of cash. Uh, in fact, recently Google passed them. Pompidompidom, ja, nee. Yo, yo, Shodi en welkom bij een nieuwe video over Apple. Apple is namelijk niet meer het grootste bedrijf ter wereld. Shocking! <middels> Na jarenlang heel succesvol iPhones, iPads, iPads, iMacs en meer te verkopen, is het toch echt eens zo ver gekomen dat Apple niet meer het rijkste bedrijf ter wereld is. Maar voordat ik jullie ga vertellen hoe het mogelijk komt dat Apple niet meer het rijkste bedrijf is, wie heeft Apple trouwens ingehaald in deze race? Ik geef jullie even een momentje om te raden. Nog één momentje. Nog even een momentje. Nog heel even. Ja, je hebt het waarschijnlijk doorgespoeld. Dit is Google. Je hebt het ook totaal niet eerder gehoord in deze video. Je hebt vast wel ooit een keer van Google gehoord. Dat ene bedrijf van die zoekmachine van YouTube, van Android. Je weet wel welk bedrijf ik bedoel. Als je googelt vind je natuurlijk dat Alphabet de grootste is. Maar ja, Google valt onder Alphabet. En het is ook echt de Google wat Alphabet zo rijk maakt. Alphabet heeft maar liefst een waarde van 117 biljoen. 117 biljoen. Dan mogen ze mij ook al een miljoentje afstaan. En Apple heeft een waarde van maar liefst 102 biljoen. En dat is ook heel erg veel, maar er zit toch wel een verschilletje in. En uh, het is toch best wel knap dat Alphabet dit voor elkaar weet te boksen, of zou ik zeggen Google. Nou, een van de redenen kan zijn dat Apple het niet zo goed doet als dat het in het verleden deed. Natuurlijk zijn we nog steeds een van de rijkste bedrijven ter wereld. En zullen ze niet zomaar kapot gaan. En daar geloof ik ook niet in. Maar er zijn toch wel een paar dingen die spelen, waardoor het toch iets minder gaat met Apple bijvoorbeeld van de iPhone 10 en de 10s en de 10s Max. Ja, daarvan zijn de verkopen echt heel erg slecht. Uh, nou ja, niet echt slecht, maar ze vielen gewoon tegen ten opzichte van alle iPhones die daarvoor kwamen. Maar zoals je ziet, doet Samsung echter ook een, een schepje bovenop, want hun eiste een boete van Apple omdat de verkopen van de iPhone echter tegenviel. De iPhone X, de XS en de XS Max maakten gebruik van de OLED schermen van Samsung. En als de verkopen tegenvallen, dan vallen de verkopen ook tegen van Samsung, hun OLED schermen dus. Maar laten we eerlijk wezen dat de iPhone verkopen tegenvallen is ook niet het allerraakste, want de prijzen van de iPhone 10 en de 10S en de 10S Max, die vallen echter ook gewoon tegen. Want ja, als ze 1000 Euro of duurder zijn, ja, niet iedereen wil dat neerleggen voor een telefoon. En als je het wil neerleggen voor een telefoon, dan heb je natuurlijk hele hoge verwachtingen en dat mag je ook hebben voor dat geld. Het is daarom dus ook niet raar dat mensen gaan voor een Android-toestel of een goedkoper iPhone, zoals een iPhone 8 of ouder, of misschien de iPhone 10R. Want die laatste die heeft heel veel weg van de iPhone 10 of 10s of 10s Max. Eerder dit jaar werd echter ook de Air Mat geannuleerd en geloof me dat kan ook heel veel geld hebben gekost. Want daar zaten heel veel ontwikkelingskosten aan vast. En als ze dat annuleren is het gewoon poef weg is het geld. En dat verdienen ze niet meer aan terug. Wanneer er voor het allereerste iPhone X, oftewel de iPhone 10 uitkwam, werd echter ook AirPower aangekondigd. En dat betekent dat bijna twee jaar lang is gewerkt aan AirPower nadat het is aangekondigd. En waarschijnlijk ook nog daarvoor. Ze hadden beter kunnen aankondigen nadat het is gefaald. Oh nee, wacht. En binnenkort leven we weer in september en dan wordt de nieuwe iPhone aangekondigd. En misschien zit in de iPhone 11 wel heel veel ontwikkelingskosten. En misschien is dat ook de oorzaak geweest waardoor Apple best wel wat geld is verloren. En ja, misschien kunnen ze het daarmee wel terugverdienen. Ik bedoel, ik heb gelezen dat ze een touchscreen wilden maken dat onder water werkt. Ik bedoel, pff, I'm impressed. <laughs> maar ja, wie weet wat ze in de wereld brengen. Ik heb geen idee. En daar zijn we dan weer aangekomen bij het einde van deze video. Vond je het een leuke video? Heel tof. De stelling van deze video is: Denk je dat Apple ooit weer eerste wordt? Ja of nee? Gooi het in de comments hier beneden. Ik denk wel dat ze dat kunnen. Maar ik kan niet volle borst zeggen dat ze weer zoveel afstand kunnen houden van de rest. Wat ze eerder wel hebben gehad. Dus ik denk wel dat het kan. Maar ze zullen nooit meer zoveel ruim voorstaan op de rest. Dat denk ik. Oh ja, en hebben jullie trouwens deze video wel eens gezien? De geschiedenis van YouTube. Jullie... YouTube, made by moi. Ik weet niet, ik zet deze video gewoon flink de shout-out. <laughs> omdat ik heel veel tijd in heb gestopt. Maar ik heb positief feedback gekregen van mijn vrienden en in de comments. Als je heel veel van YouTube houdt, dan vind je deze video vast wel interessant. Nou, dan ben je in ieder geval weer een uur zoet. Maar ik ben je natuurlijk al heel erg dankbaar, omdat je deze video hebt gekeken. Zo ben ik dan ook alweer. Vond je het echt een leuke video? En bedoel, pff, als je het zo verhaalt, dan... Ja, toch? Duimpje omhoog, toch? Please? Abonneer en op de bel, want dan zie je de volgende video extra snel. Klinkt als standaard meuk, maar als je het doet, vind ik het heel erg leuk. Ik bedank jullie voor het kijken nogmaals en tot de volgende keer. Laterz.